De producten die wij eigenlijk maken in ons assortiment zijn grofweg te verdelen in elektrische vierwegzijladers, elektrische zware pallet trucks en AGV's, dus automatisch geleide voertuigen. Het product onderscheidt zich door zijn unieke stuursysteem. We hebben een stuursysteem, daar kunnen we dus tot 8 wielen mee sturen. We sturen met tandwielen, niet met kettingen, wat onze collega's dus doen. En tandwielen zijn dus eigenlijk praktisch onderhoudsvrij. Je hebt daardoor geen spelingen in je overbrenging zitten. Hierdoor hebben we dus een hele betrouwbare machine. Wat we echt merken in de markt is dat de behoefte naar maatwerk die wordt steeds groter. Bedrijven die willen steeds een hogere efficiëntie halen. Daar valt gewoon heel veel te halen op het gebied van intern transport binnen de bedrijven. Het type 4-weg elektrische zijlader is eigenlijk leverbaar in verschillende types. De normale zijlader met cabine. En daarnaast hebben we dus ook speciale toepassingen met man-up cabine. Dan gaat de cabine aan de mast mee omhoog. En zodoende heeft de bestuurder altijd een optimaal zicht op de last. En altijd een optimaal zicht op zijn product. Ja, dat resulteert in minder schade, minder kosten. Votex Bison is een sterke speler binnen deze niche-markt. Doordat we eigenlijk als clubje kunnen we gigantisch flexibel reageren op de vragen naar de markt. We hebben dus eigenlijk alles in eigen huis. We hebben onze ontwikkeling, we hebben de engineering, productie, montage, testfaciliteiten. Alles hebben we hier in eigen huis. En zodoende kunnen we dus ook snel reageren op de klantvraag en op ontwikkelingen in de markt. Onze ervaringen met België zijn goed. We hebben al ruim 25 jaar dezelfde importeur in België. En die dekt eigenlijk de verkoop af en de aftersales. De regio Eindhoven is eigenlijk zeer interessant voor buitenlandse investeerders. Omdat in de regio Eindhoven is eigenlijk alles te halen. Op het gebied van machinebouw, componenten, kennis, ontwikkeling. De kansen in België die liggen voor ons in nog een betere segmentatie van de branches. Dus ik bedoel de profielenbranche, de staalbranche, de bouw- en houtbranche, automotive. Ja, wij kunnen voor deze industrieën dus interne logistieke oplossingen bieden en daarmee de klant een stukje ruimtebesparing brengen, de interne logistiek efficiënter maken en daarmee behoorlijke besparingen brengen.